We hebben 4 klimaatwetenschappers bij ons. We hebben nagedacht over wat is nu het beste wat je kunt doen aan het begin van zo'n dag. En waarom trekken we niet de mensen die schrijven en er alles over weten allemaal op het podium. Ze zijn met z'n 4 hier naartoe gekomen. Daar gaan we 3 kwartier voor uittrekken. Dat is best wel lang. Jullie mogen daar ook, als jullie willen, in mee doen. Ik ben straks met deze microfoon aan jullie kant. Steek je hand op als je wil dat ik naar je toe kom. Dan fluister je me even in wat je precies wil vragen. En dan zeg ik, daar hebben we nu geen tijd voor. Of ik zeg, oh, heel goede vraag, maar we doen het wel. Omdat het best wel gewichtig is, en daar moeten we ook best serieus mee omgaan, hebben we naar goede tv-makers geluisterd. En die zeggen dan altijd, ja, om Zembla uit te zenden, moet je daarvoor Boer zoekt vrouwen uitzenden. Want anders kijkt er niemand naar. Dus we moeten een beetje sandwichen met heel makkelijk lachen. En dan heel serieus wat belangrijk is om naar te kijken. Dus we hebben 3 keer een geinig filmpje. Ja? En dan zien we wat mensen op straat die iets zeggen over het klimaat. Ja, daar moeten jullie dan maar even doorheen. Dat duurt bij elkaar 2,5 minuut. Ik wil een heel groot applaus voor Ed Nijpels, Helene de Koning, Detlef van Vuren, Linda Steg en Cornelis Blok. Ga lekker zitten. Hi. Sorry? Ja, dat is inderdaad. Dan gaan we beginnen. Maar we beginnen dan met de video. Met de vraag, wat weet u eigenlijk van klimaat? Aan mensen. Nou goed, daar ga ik ook niks meer over zeggen. De klimaatdoelen. Zegt u dat wat? Zeker wel. Kent u de klimaatdoelen? Dan weet ik niet of ik die ken. Nee, die ken ik niet. De klimaatdoelen. Nou, aan zich niet. De beroemde, maar ik weet niet de getallen, maar ik weet wel dat de CO2-uitstoot die moet naar beneden. Dat doel weet ik niet in percentages. 5 ongeveer in Parijs afgesproken. Nee, ik heb het wel een beetje gehoord in het nieuws, maar echt concreet geen idee. Ja, de 1,5 verwarming. Parijs bijvoorbeeld, dat ze die 1,5% niet overschrijden. Hè? Het IPCC, zegt u dat iets? Zegt mij ook niets. Zegt het IPCC, zeg je dat wat? Het IPCC? Nee, niet echt. IPCC, zegt u dat iets? Nee. De IPCC, nee. Nog een? Het IPCC, zegt u dat wat? Maar zeker wel. Ben ik hier op congres van ze geweest. Die hebben uitgerekend dat 1,5 graad warmer worden, dat eigenlijk niet meer te voorkomen is. En dan staat Amsterdam over een paar jaar onder water. Ja, dan zitten we tot 1 hoog in het water. Dan liggen we onder water. Ja, nee, helemaal leuk toch? Amsterdam aan zee? Ja, nee, ik maak me daar niet druk om. We zitten hier met het neusje van de zalm van de klimaatwetenschap in ons Nederland bij elkaar. Daar ziet u Detlef van Vuren, Linda Steg, Helene de Koning en Cornelis Blok. Ik wil het met jullie, we gaan ervan uit dat iedereen wel weet wat IPCC precies doet, maar ik wil toch graag dat één van jullie, en we gaan proberen het vandaag niet wetenschappelijk te houden, maar zodanig te formuleren dat iedereen het begrijpt, kan één van jullie even uitleggen wat de IPCC precies doet. Ik begin eerst even met de dames. Linda? Wat doet IPCC eigenlijk precies? Wat is dat voor een club? Die brengt in kaart de wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering. En heeft 3 verschillende werkgroepen. Eentje die zich meer richt op adaptatie, dus hoe kunnen we ons aanpassen. En eentje over mitigatie. We hebben bijgedragen aan het mitigatierapport. Dus hoe kun je klimaatverandering tegengaan? Helene, vroeger werd er nogal gediscussieerd over de wetenschappelijke status van de IPCC. Is die discussie volledig achter de rug? Zijn jullie nu onomstreden? Dat is niet aan ons om te zeggen. Kijk, wat we doen is de wetenschappelijke literatuur samenvatten in rapporten. Op een manier die beleidsrelevant, maar niet beleidsvoorschrijvend is. Hè. Dus we mogen niet zeggen, dit is een goed idee, kernenergie is een goed idee. We mogen wel zeggen, dit zijn de voor- en nadelen van kernenergie en zo praten we. Hoeveel man doen jullie dat wereldwijd? Wereldwijd zijn daar denk ik wel 1500 wetenschappers bij betrokken, bij de 3 verschillende werkgroepen, zoals Linda zei. En dan zijn er nog heel veel regeringen bij betrokken, want dat is kern aan IPCC. Ja. Het is een intergovernmental organization, dus het is een VN-organisatie. De besluiten worden genomen door de landen, de rapporten worden geschreven door de auteurs. Detlef, hoe raak je nou aan consensus tussen 1600 wetenschappers die elkaar fysiek niet zien? Hoe pak je dat aan? We zitten met een groep mensen. Er zijn een aantal vragen gesteld door de overheden die we moeten beantwoorden. We worden met die auteur samen proberen vast te stellen wat de literatuur zegt. Soms kunnen we daar hele duidelijke uitspraken over doen. Soms is er
onzekerheid. En dat proberen we ook weer te geven. Dus dan geven we een bandbreedte weer. En we hebben ook taal afgesproken om weer te geven hoe zeker we over iets zijn. Cornelis, leidt dat wel eens tot de oorlog tussen die 1600 geleerden? Door dingen waar het absoluut niet over eens wordt en die je dan maar uit het rapport weglaat? Sorry, ik verstond het niet. Leidt dat wel eens tot oorlog binnen de IPC? Er zijn 1600 man. Je zult ongetwijfeld niet altijd met elkaar eens zijn. Er zijn wel eens heftige discussies geweest. Maar in het laatste rapport was dat echt wel tot een minimum beperkt. Dus het gaat redelijk goed. Maar goed, wetenschappers zijn ook gewoon mensen. Die kunnen net zo goed ontzettend ruzie maken. Jullie zijn met z'n vijven. Gert-Jan Nabuurs kon er helaas vandaag niet bij zijn. Plegen jullie nou stiekem als vijf Nederlandse leden, voordat je een vergadering hebt, plegen jullie dan ook overleg? Trekken jullie op als één front? Of werkt dat bij wetenschappers niet zo? Totaal niet. Alleen bij de presentatie. Jullie kennen elkaar wel. We kennen elkaar wel, ja. Alleen bij de presentatie van het werkgroep 3-rapport, het mitigatierapport, daar hebben we heel erg samen opgetrokken. Maar we zitten allemaal in andere hoofdstukken, dus we hebben allemaal onze eigen rol in die rapporten. Nu nog een vraag even over het laatste rapport. Als je nou het laatste rapport kernachtig zou willen samenvatten, wat is dan, Detlef, volgens jou de kern van dit rapport? Ja, wat mij betreft dat we nu echt nog een paar jaar hebben om binnen dat Parijsakkoord te blijven. Voor 1,5 graden is het zelfs zo dat als we die emissies nu constant houden, dan ben je in 2030 ben je voor die 1,5 graden gewoon al voorbij. Maar zelfs voor ruim onder de 2 graden, als je zo doorgaat als we nu doen, dan ben je in 2030 op dezelfde ongelooflijk vervelende situatie als voor ruim 102 als je nu voor 1,5 zit. Dus je zal nu in de komende jaren qua emissies naar beneden moeten gaan. Het andere is, wat het rapport laat zien, dat kan ook. Er zijn gewoon opties, economisch en technisch, om die emissies te reduceren. Ja, dat betekent dat, Linda, als je kijkt naar die opties die jullie in het laatste rapport vermelden, zijn dat diep ingrijpende maatregelen? Of zeg je nou, die zijn maatschappelijk, sociaal-economisch, zijn die eigenlijk prima te verhapstukken als je maar de politieke wil hebt? Het varieert. De ene is meer acceptabel dan de ander. Maar over het algemeen blijkt dat we hebben gekeken wat zijn nou de belangrijkste barrières om impactvolle maatregelen te implementeren. En dan blijkt vooral institutionele barrières heel dominant te zijn. Dus daar moet je dan heel erg aan werken. En daar kan de politiek van alles aan doen. Het draagvlak varieert, maar dat kan ook veranderen als je het systeem verandert. Dus nu kan het voor veel mensen niet aantrekkelijk zijn om minder vlees te eten. Maar als je het aanbod verandert, de prijzen verandert, dan verandert dat natuurlijk ook. En dan kunnen de mensen dat prima vinden. Cornelis, de milieuorganisatie van de VN, UNEP, die bracht vorige week ook een rapport uit. En die zeiden nou, een aantal landen, Rusland, China, et cetera, die zitten niet on track. Maar als je kijkt naar Europa en naar Australië en nog een paar van dat soort landen, die zijn wel duidelijk op weg naar het doel wat ze hebben in 2050. Dat klonk een beetje geruststellend. Nou, aan de ene kant is het ook goed, missie ook goed om in het IPCC-rapport staat die strenge boodschap van we moeten heel snel ombuigen, maar er staan ook wel positieve boodschappen in. Bijvoorbeeld dat het met wind en zon en accu's, dat de kosten daarvan heel erg omlaag gekomen zijn en dat wereldwijd er een enorme groei is in de toepassing. Dat er veel meer klimaatactie is, zeg maar, dan 5 jaar geleden. Ook bedrijven en gemeentes en zo zijn betrokken. Dat heel veel landen hun uitstoot al beperken. En dat was ook een belangrijke boodschap in het UNEP-rapport. Dat doen met name de Verenigde Staten en de Europese Unie. Die zijn hard op weg hun emissie te beperken. De Europese Unie bijvoorbeeld is voor 2020 was het doel van 20% lagere uitstoot. En het is iets van 33% geworden, dus heel veel doelen worden ook wel gehaald. Los van alles wat er nog meer moet gebeuren. Hè. En in het UNEP-rapport staat ook met name dat. De uitstoot van de Europese Unie en van de Verenigde Staten, die komt al omlaag. En het is ook wel in lijn met, ongeveer in lijn met wat er nodig is voor 2 graden, maar het is nog niet in lijn met wat er nodig is voor 1,5 graad, want dan zou in 2030 nog weer... Zouden er nog veel grotere ambities voor 2030 nodig zijn? We praten nu vooral deze dagen over het beleid tot 2030. De klimaatnota en de CEF die gaan tot 2030. Toen jullie die resultaten van de CEF lazen, waren jullie toen nog verbaasd, Detlef? Nee, niet verbaasd natuurlijk. Dat we nog niet genoeg doen is duidelijk. Dat betekent wel dat er gewoon een flinke tand weer bij moet. Sander had het een beetje over de bovengrens, maar... Wil je dit doel halen en met een bepaalde zekerheid, dan wil je er eigenlijk op mikken dat de ondergrens van die bandbreedte voldoet aan die 55% emissiereductie.
Ja. Linda, als je even kijkt nu, hè, Sander heeft ook aangekondigd namens de minister dat er komt een interdepartementale club. Die is bezig om opnieuw te kijken naar een extra pakket aan maatregelen. Dat heeft Jet al gedaan, omdat hij veronderstelde. Die KEF gaat niet een vreugdedans opleveren, dus we moeten zorgen dat we meer muziek inschakelen. Wat zou jij nou aan Laura van Geest adviseren als hij jou opbelt? Wat zouden wij in de Nederlandse situatie nou in dat extra pakket van januari moeten hebben? Nou, wat ik zou aanbevelen is dan niet alleen naar 2030 te kijken, maar ook te kijken naar 2050. Want wat we tot 2030 doen, moet niet de doelen voor 2050 in de weg staan. Dus je moet een lange termijn visie hebben. En ik denk dat het heel belangrijk is om te zorgen dat je draagvlak creëert en dat je dus ook helder communiceert waar we naartoe gaan, zodat mensen weten wat ze kunnen verwachten. Maar denk jij dat vind jij dat de mensen het nog niet weten? Ik bedoel, de bewustzijn over het klimaatbeleid is buitengewoon groot. 85% ziet dat er iets gebeurt en wil dat wij er iets aan doen. Ja. Alleen de vertaling in maatregelen is ingewikkeld, alleen. Ja, en de vertaling naar wat ze zelf dan moeten doen. Ja. Alleen is dat de makke van het Nederlandse klimaatbeleid, dat we te weinig aan de mensen uitleggen. Hoe kunt u in uw eigen omgeving dingen aanpakken, verbeteren? Ik denk dat er nog een grotere makke is, wat Linda ook zegt, dat we niet de omstandigheden creëren waarin mensen natuurlijk geneigd zijn om de duurzame keuzes te maken. Geef eens een voorbeeld. Een voorbeeld. Je probeert naar Zuid-Frankrijk te gaan. Nou, dan is vliegen veel aantrekkelijker, niet alleen qua kosten, maar ook qua makkelijkheid van boeken, tijd. Op alle vlakken is het, weet je, garanties als je een aansluiting mist en zo. Op alle vlakken is het gewoon eigenlijk moeilijker om dat te doen. Dus mensen hebben misschien de motivatie wel, maar als ze niet de informatie hebben en als ze niet de kosten kunnen betalen, dan gaan ze het ook niet doen. Nee, maar dat, dan praat je over iets wat ook voor een deel weer onderdeel is van het Europese beleid. Precies, dat kan Jette niet in zijn eentje regelen. Maar wat kan Jette wel in Nederland op zijn eentje regelen met al die ellende die op dit moment zich afspeelt en die het klimaatbeleid alleen maar bemoeilijken? Met als laatste symfonie gisteren Portos. Nou, wat hij in ieder geval had kunnen doen, maar goed, dat is wijsheid achteraf, is veel meer rekening houden met die niet-technische aspecten van de maatregelen die je moet nemen. We zijn behoorlijk goed in beleidsinstrumenten en in innovatie, maar in al die andere enabling factors, zoals we dat in IPCC noemen, gedragsverandering, samenwerking, capaciteitsopbouw, financiële systemen, daar zitten we in Nederland, daar zitten we veel minder op in. En daar zouden we veel meer op in kunnen zetten. Cornelis, je hebt een aantal interviews, heb jij gezegd van, het gaat niet goed in Nederland, maar toen aan jou werd gevraagd gewoon, gaan we het nog redden? Toen zei jij, we gaan het uiteindelijk, we kunnen het als we willen redden. Wat moet er dan in jouw opzicht, wat ontbreekt op dit moment aan? Nou, ik zou op die vraag van wat zou het advies zijn aan Laura van Geest, zou ik twee dingen zeggen. Ga vooral ook dingen doen die mensen graag willen. Bijvoorbeeld, ik zag in de KEF, de klimaat- en energieverkenning, dat na 2023, 2024 de toepassing van zonne-energie nauwelijks meer groeit. Nou, dat is typisch iets wat mensen willen. Ga dat stimuleren, dus toepassing van zonne-energie, rijden in elektrische auto's. Ga daar nog veel harder op inzetten dan we nu doen. Want daar zit nog heel veel groeipotentieel, vergeleken met wat er nu in de KEF beschreven staat. Dat is één. Het tweede, zet veel meer in op regulering. Dus zeg maar, het kan niet alleen een kwestie zijn van vrijwillig dingen doen, zeg maar, als het over gebouwen enzovoort gaat. Dan zijn er ook wel wat regels, maar regels die er zijn, zouden veel strikter gehandhaafd moeten worden. En op andere punten zullen er ook veel meer zullen gewoon de regels gesteld moeten worden. We kennen natuurlijk de traditionele drie instrumenten van het klimaatbeleid. Ja, sorry. Ja, ga je gang. Ik moest een seintje geven op 10 minuten. We zitten nu op 15. Ja, precies. Okay. We hebben alle tijd, we hebben de hele dag de tijd. Ja, ja. Oh, dit is wel heel heftig. Nou, jullie zijn wel heel erg nu op het individu aan het kijken. Terwijl we zien dat het gewoon meer een systemisch probleem is. Hè? Echt systematisch. Als we kijken naar Rotterdam bijvoorbeeld, met de haven. We hebben zo'n grote uitstoot en er zijn zoveel andere dingen, zeg maar, op groter niveau waar we iets mee zouden kunnen doen. In plaats van dan alleen maar te kijken naar het individu. Hoe kijken jullie daarna? Dank je wel, Detlef. Ja,
Allereerst moet het systeem veranderen. En ik geloof dat het Je hoeft niet achterom te draaien, want dan krijg je een scheve nek. Ja. Die mevrouw die ziet jou via de camera, dacht ik. Nee, ik geloof dat het voorbeeld wat Helene ook al gaf, hè, dat gaf al aan. Hè, dat het een samenspel is van zorgen dat je het systeem verandert. En vervolgens daarmee ook mensen de kans geeft ook om daar weer hun gedrag in aan te passen. Maar er zijn een heleboel dingen die we dus als individuen niet kunnen doen. Wij zullen het elektriciteitssysteem aanpassen. Daar heb je de overheid voor nodig. Om te zorgen dat de industrie de emissie reduceert. Daar heb je ook een sterke overheid voor nodig. Dus het is een combinatie, het is een samenspel van zorgen dat het systeem verandert. Daar moet een overheid een rol in vinden. En we zullen ook zelf moeten zorgen dat wij ons gedrag aanpassen. Linda, jij houdt je als hoogleraar vooral bezig ook met gedragsveranderingen. Ja. Wat zeg jij op die vraag van mevrouw? Ja, nee, precies. Ik zei het net ook al. Die systemen moeten ook veranderen. De gedragsverandering moet ook mogelijk worden gemaakt. Maar tegelijkertijd hebben wij als individuen ook invloed op hoe die systemen vorm worden gegeven. Wij kunnen bepaalde bedrijven boycotten of andere partijen aan de macht laten komen die meer klimaatbeleid, gaan voeren. Dus wij hebben ook invloed op het systeem. En uiteindelijk worden de beslissingen door de overheden, bedrijven, worden ook gemaakt door individuen. Dus het is een wisselwerker. Het is niet en of, maar en. Is dat niet meer een bottom-up? Sorry. Wat erbij. Is het niet meer een bottom-up benadering, zeg maar? Omdat je dan echt hele kleine individuen aanspreekt, terwijl eigenlijk vanuit de overheid we meer zouden kunnen doen. Ja. Ik werk zelf vanuit Rijkswaterstaat en ik zie dat er echt veel meer gedaan moet worden. Ook als we kijken naar de grote bouw, naar asfalt. Dan heb ik een vraag aan jou. Jij werkt bij Rijkswaterstaat. Als jij met jouw verhaal aankomt, ben je op baas. Word je dan onmiddellijk het kantoor uitgelazerd of luistert die? Ik ben al 3 jaar bezig inmiddels met maatschappelijk verantwoord inkopen. We hebben inmiddels wat meer draagvlak gekregen, daarom zitten wij ook vandaag hier. Maar het is nog steeds een heel lastig traject. We willen dat dus ook om deze reden juridisch sterker gaan verankeren. Daarom zitten wij ook hier vandaag. Maar we hebben al zeker 10 jaar geleden hebben we afgesproken. Via nota's dat we de overheid koopt iets van 60, 70 miljard in per jaar. Een prachtige nota is geweest. En dat moet maatschappelijk verantwoord moet dat gebeuren. 10 jaar geleden werd dat aan de Kamer geschreven. En hoe verklaar jij, jij kunt daar niks aan doen, maar hoe verklaar jij dat, terwijl je dat als overheid je committeert, als politiek, dat het toch niet gebeurt? Nou, ik denk dat er, daar zit letterlijk beneden het pianocongres. Er zijn dus nu alle inkopers van de Rijksoverheid aanwezig voor innovatie. Zullen wij ze uitnodigen om vandaag? Ja, dat zou misschien wel heel goed zijn inderdaad. Wij hebben dus gekozen om in plaats daarvan hier aanwezig te zijn. En ik denk dat het inderdaad een hele goede vraag is, waarom is dat niet gebeurd? Maar ja, ik heb daar het antwoord niet voor. Het enige wat ik kan doen is proberen daar verandering in te brengen. Zullen wij door naar het volgende onderwerp en dat inleiden? Heel graag, ja. Toch? Het filmpje. Denk ik, ja. Wat doe je zelf eigenlijk voor het klimaat? Een beetje zuinig zijn. Verwarming lager, veel lopen. Weinig, behalve dat ik de wc-bak als ik pis niet doortrek. Geen auto? Bijvoorbeeld geen auto, al jaren niet. Ik heb geen auto. Ik heb alleen de fiets, ja. Ik ook. Ik eet geen vlees, ik ben vegetarisch. Die Keniaanse spersieboon, hoe duurzaam is die om die op je bord neer te leggen? Ik probeer van hen nieuwe kleren te kopen. Ja. Dat is ook niet echt nodig, denk ik. Ik was me een beetje zo. Recyclen. Maar eerst hadden ze ook een plastic bak. Maar die is weggehaald omdat China wil geen vieze plastic meer. En dan gaat het nu naar Turkije en dan pleurs het gewoon op de hoop. Geen vlees eten, niet vliegen, dat soort dingen. Vorig jaar nog gevlogen en vlees eet ik toch wel 3-4 keer per dag. Ik rook en ik drink ook nog, dus ik leef gewoon het slechte leven. Die meneer wilde overigens zeggen dat hij 3 of 4 keer per week deed, hè? Maar dat konden we niet meer in het filmpje terugmonteren. Maar die meneer was al doorgelopen. We gaan even terug naar het tweede onderdeel. En dat is de vraag wat we eigenlijk uit de kast moeten halen om nog die doelstellingen te halen. Wat zijn nou, als ik even mag vragen, jullie roepen wel alleen. Vertel jij nou eens aan welke knoppen kan deze minister op dit moment concreet draaien om te zorgen dat we die afspraken uit het coalitieakkoord wel halen.
Ja, nou, niet we praten over 60%. En we gaan even, in het coalitieakkoord staat 55%. En we in het beleid baseren we ons op 60%. Dat is ontzettend veel, 60%. Dat is heel veel. En heel snel ook. Maar ik wil het eigenlijk veel liever hebben over die nul CO2 over 20 jaar. Echt nul. Hè? Dus netto nul CO2 in 2042. Kom jij daar straks even op terug? Als het mag van jou. Ja, alles mag. Maar eerst even mijn vraag beantwoorden. Over welke knop op dit moment? Nou, volgens mij kun je veel meer... Er zijn natuurlijk heel veel verschillende dingen. Je kunt veel meer gebruik maken van het potentieel wat er is in de samenleving. Dus dat gaat over individuen en dat mogelijk maken. Tegelijkertijd moet je in de industrie inderdaad veel harder verduurzamen. En die elektriciteitstempo moet je er echt in houden. Maar ik denk echt dat besparing en inzetten op duurzame voedselsystemen en minder materialen gebruiken, zodat er ook minder industrie nodig is en dergelijke. Dat die drie, hè, energie, materialen en onze voedselsystemen, dat zijn eigenlijk de kerndingen waar je ook echt in kunt besparen. Want we houden heel erg van elektrische auto's en zonnepanelen en dat gaat heel goed qua innovatie. Maar als we alles hetzelfde laten en dat gaan doen, dan redden we die doelstellingen gewoon zeker niet. Maar Linda, het is toch uitgesloten dat we alles hetzelfde houden, zoals het nu is? Sowieso niet hetzelfde. Als we klimaatverandering niet tegengaan, gaat er ook heel... Hè, als we ons gedrag niet veranderen, als we de systemen niet veranderen, verandert de samenleving ook enorm. Ja. Dus gaat nog even over die grondstoffen. We hebben een paar weken geleden heeft de Sociaal-Economische Raad een rapport uitgebracht over de relatie tussen de energietransitie en de grondstoftransitie. En daar werd vastgesteld, als we nu niet een been bijtrekken bij de grondstoftransitie, dan gaan we zelfs die doelen van het klimaatbeleid niet halen. Detlef, kun jij nou eens uitleggen, hoe bestaat het dat dat onderdeel eigenlijk van de hele energietransitie, dat zo tot nu toe te weinig aandacht heeft gekregen? Hoe het komt, weet ik niet, maar het is wel waar. Zelfs ook in het IPCC-rapport, als wij nu die potentiële bepalen, kijken we vooral hoe we efficiënter staal kunnen produceren. We kijken ook hoe we op een koolstofarm staal kunnen produceren. Maar in die berekeningen zat niet de vraag hoe je eventueel minder staal kon gebruiken en daardoor minder CO2 zou kunnen emitteren. Het is iets wat de laatste jaren gelukkig veel meer aandacht heeft gekregen. En dat gaat er dus ook wel komen. Maar we hebben dus nu ook voor het eerst in het IPCC-rapport een hoofdstuk over die vraagkant. Maar het begint pas nu echt iets te zijn wat we mee gaan nemen. Cornelis in de Sociaal Economische Raad heeft uitgerekend op basis van rapporten van PBL en anderen, dat als we een volledig circulaire economie zouden hebben, dat we dan 30% minder uitstoot CO2 hebben. Dat is natuurlijk eigenlijk een mooi hoog getal, maar ook een dramatisch hoog getal, als je ziet hoe traag we zijn met het grondstofbeleid. Ja, nee, dat is gewoon heel belangrijk. En het kreeg ook, wat Detlef al zei, het kreeg veel meer nadruk, maar het was tot nu toe wel onderbelicht. En we hebben in het rapport ook een uitgebreide tabel opgenomen van alles wat je tot 2030 wereldwijd kunt doen. En daar staan ook dit soort dingen bij als meer circulariteit, meer recycling, efficiënter materiaalgebruik, maar ook andere dingen als minder vlees eten en dergelijke. Die staan allemaal in die tabel opgenomen. Die kunnen allemaal een bijdrage leveren. Dus het is wel breder, maar het is misschien toch wel goed om eens wereldwijd is de top 5 van maatregelen die we tot 2030 kunnen nemen. En dat is niet genoeg, maar dat zijn wel de belangrijkste. Dat is windenergie, het tweede is zonne-energie, energiebesparing is een belangrijke, stoppen van ontbossing. En de laatste is beperken van methaanuitstoot. Dat is de top 5 wereldwijd voor 2030. En als je dan kijkt, voor Nederland of voor wereldwijd? Voor Nederland kun je zeggen, nou, wind zetten we al heel zwaar op in. Zon zou nog een tandje bij kunnen, maar dat loopt ook erg behoorlijk goed. Maar kan nog echt meer. Maar het grote, zeg maar, stoppen van ontbossing kunnen we niet, want dat hebben we al gedaan. Dus het belangrijke, en methaanuitstoot hebben we ook niet zoveel, dus het belangrijkste voor ons is toch wel die energiebesparing. Ik denk dat als er één ding is waar meer op ingezet zou moeten worden, dan is het energiebesparing. Dus efficiënter gebruik van energie in gebouwen, in de transportsector en in de industrie. Ja, en daarbij, ja? En Nederland woont op hele grote voet. Hè? We hebben 1,5 keer zoveel vloeroppervlak per bewoner van Nederland vergeleken met Duitsland. Dus ook, je kunt je dat huis duurzamer maken, maar je kunt ook op wat minder oppervlak wonen. Dat heeft heel veel voordelen. Je gebruikt minder energie, je gebruikt minder materialen voor je huis en je koopt minder spullen, want je hebt er geen plek voor. We hebben zo'n rubriek op
Systeem Earth Shoot Day is dat, geloof ik, hè? Dat geeft aan wanneer we in Nederland eigenlijk ons deel van de wereld, van wat ons toe zou komen, hebben opgeconsumeerd. Die datum ligt, geloof ik, nu in april. Cornelis, wie weet dat van jullie? Nou, ja, zoiets. Maar dat is dus een berekening waarin ook gekeken wordt naar CO2. En dus hoeveel CO2 we gebruiken en hoeveel CO2 er eigenlijk uitgestoten zou kunnen worden. En dan komt men inderdaad dat je dus eigenlijk vier keer zoveel gebruikt dan je per jaar zou mogen gebruiken. En daardoor komt een overshoot op april uit. We zouden in april moeten stoppen met de uitstoot, willen we binnen de targets blijven. Ja. Er is daar nog een vraag. Ja. Ja, er komen veel vragen uit de zaal. Sommige gaan over bestuurlijke dingen, sommige over technische dingen. Dit is meer technisch. Kunstmest. Ja, mijn vraag is eigenlijk, hoe kijkt u aan tegen de keus die wij als Nederland zouden kunnen maken over de productie van kunstmest in Nederland? Die is naar Nederland toegekomen vanwege het goedkope gas en blijkt, ik geloof, voor 80% te produceren voor de export. Dan is Verenigde Staten een grote afnemer en heeft ook voldoende ruimte om daar zelf groene waterstof... Uw vraag is helder. Even het antwoord. Moet je gewoon, wat ik vertaal uw vraag geven, het gaat nu over kunstmest, maar iedereen. Je kunt hier nog veel, voor veel meer producten stellen. Moeten wij in Nederland bepaalde vormen van industrie gewoon blijven houden, terwijl we weten dat ze eigenlijk niet of heel moeilijk te verduurzamen zijn? Of moet je daar heel veel overheidsgeld in stoppen om te zorgen dat ze wel duurzaam worden? Ik kan daar wel iets over zeggen misschien. Ja? Weet je wat ik heel verfrissend vond aan die in corona? Dat je op een gegeven moment een lijst met cruciale beroepen kreeg. Dat je echt dacht, nou, dit hebben we nou echt nodig. En dit is misschien niet zo nodig, alles wat er niet op stond. Dat zou je eigenlijk ook voor de industrie moeten hebben. Van wat willen we nou echt in Nederland houden, omdat we daar gewoon competitief nog steeds een voordeel in hebben. En wat kan beter ergens anders worden gebruikt. Dat denk je dat de politiek daarvoor te vinden is, een soort blacklist of bedrijven die we niet meer in Nederland willen hebben. Denk je dat dat succesvol wordt in dit politiek klimaat? We zullen keuzes moeten maken over, als wij naar nul emissie willen rond 2040 voor CO2, dan zal je moeten gaan zorgen dat je nadenkt over hoe je je samenleving in wil richten en wat je daarvoor nodig hebt. Ik denk wel dat we, het verplaatsen van industrie heeft natuurlijk op zich niet zo heel veel zin, want het is een mondiaal probleem. Dus hetzelfde industrie in China hebben, daar schieten we niet zo heel veel mee op. Cornelis. Nu gaan de wetenschappers elkaar de oren afkluiven. Ga je gang. We kregen eindelijk de oorlog die je wilde. Pak elkaar aan. Ik zou er heel pragmatisch zijn en bijvoorbeeld de vraag welke dingen doen we wel en niet in Nederland, dat zou ik nu typisch helemaal aan de markt overlaten. Alleen onder één voorwaarde, ze moeten wel naar CO2-neutraal. Dus dat gaat ook over die kunstmestindustrie. Ik denk, die moet zeg maar ook in 1 of 2 decennia zonder CO2-uitstoot produceren. Nou, dat kan bijvoorbeeld op basis van groene waterstof. En dan ben ik bang dat het niet in Nederland gebeurt, want we kunnen in de wereld goedkopere groene waterstof maken. Jij weet als geen ander, we hebben 3 instrumenten om milieu- en ook klimaatbeleid te voeren. Dat is normeren, beprijzen en subsidiëren. Ja. Wat zijn nou volgens jou het grote instrument waar we de komende jaren dat soort vraagstukken over industrie... welk van die instrumenten gaan we gebruiken? Voor de industrie is dat toch normering. Want we hebben een Europees handelssysteem. En dat zegt in feite de totale uitstoot die moet omlaag. En dan mag je, het wordt vaak als een economisch instrument gezien, omdat je ook nog mag handelen in die emissierechten. Maar het is vooral toch een normeringsinstrument. En ik denk dat dat een heel goed instrument dat is. Dat is dat normeren. We hebben in Nederland buiten de ETS, dat is de Europese CO2-prijs, hebben we in Nederland ook nog 2 extra heffingen, hè, bovenop de Europese. Zijn dat de instrumenten waarmee je uiteindelijk de industrie kunt dwingen om te verduurzamen? Ja, Aldel is nu gesloten vanwege wat andere dingen. Maar die instrumenten hebben we in feite al. Die zeggen, door deze instrument moeten wij de tent sluiten. Ook door de energieprijzen. Dus. Ik denk dat er onderzoeken zijn die meer onderzoek gedaan hebben naar effectiviteit van beleidsinstrumenten dan ik. Dus in die zin, het enige is wel, we zitten niet meer in de situatie waar we de luxe hebben om te kiezen. Helene gaf net ook al aan, we hebben gewoon
een transitie nodig in voedsel, we hebben een transitie nodig in industrie, we hebben een transitie nodig in mobiliteit, we hebben een transitie nodig in wonen. In al die sectoren zijn soms bepaalde instrumenten effectief en soms andere instrumenten effectief. En heel vaak is dus ook normeren, bijvoorbeeld bij mobiliteit of bij gebouwde omgeving, gewoon het meest efficiënte manier om emissies te reduceren. Oké, gewoon even een vraag uit de zaal. Ja, want het ging hier niet alleen over maatregelen, maar ook over het moet veel minder gewoon. Ja, we hebben het natuurlijk over de verduurzaming. Dat lijkt net alsof we alles gaan veranderen, één op één naar een groene variant. Maar we weten ook dat er in de ruimte die er is, met de doelen die we hebben, gewoon beperkingen zijn. Dat het ook een verdelingsvraagstuk wordt. En dus we moeten ook kijken naar waar we mee gaan stoppen. En ik vind dat daar nog politiek ook meer aandacht voor moet zijn. En ik zou dan zelf heel graag de discussie willen aangaan over wat precies het afbouwpad is van de inzet van fossiele grondstoffen en brandstoffen. Want dat is uiteindelijk toch een belangrijke bron van de CO2-uitstoot. Dus als we met elkaar gaan bepalen hoe dat afbouwpad eruit ziet, wordt het ook heel concreet wat er nog wel en niet kan. Marjolein, even weer, Marjolein, directeur van Stichting Natuur en Milieu. De staatssecretaris van Infrastructuur en Water, die komt met een nationaal programma Circulaire Economie in november, december. Het kabinetsstandpunt. Jij zegt dus nu heel duidelijk, daar moeten normen in worden vastgesteld voor de afbouw van de grondstoffen. Sorry. Ja, en ik heb het dan nu met name over de fossiele brandstoffen en grondstoffen, omdat die in de keten uiteindelijk de bron zijn van heel veel CO2-uitstoot. Ja, dat zijn ze bijna allemaal, hè? Al die kritieke materialen die hebben bijna allemaal te maken met CO2-uitstoot, zowel de winning als het gebruik. Detlef, is dat een reële optie, maar op dit moment al, jij werkt ook part-time, jij doet eigenlijk heel veel dingen tegelijkertijd, jij werkt ook bij het PBL. Jullie hebben ook belangrijke rapporten uitgebracht over de circulaire economie. Zijn we er al aan toe dat we in Nederland gewoon durven te stellen, zeg ik tegen de industrie, dit is de hoeveelheid grondstof of het percentage wat je mag gebruiken of wat, waar jouw product uit moet bestaan? Durven we dat aan? Om daar iets over te zeggen, ik weet, ja, dat weet ik. Allereerst, ik was het dus helemaal mee eens met zoals het oorspronkelijk werd geformuleerd, dat we ervan uit moeten gaan dat we van de fossiele brandstoffen af willen en dat het dus verstandig is om na te denken aan een plan daarvan af te komen. En ik denk dat we ons ook regelmatig een beetje onszelf verwarren met de manier waarop we die netto nul doel hebben geformuleerd. En Europa heeft een netto nul doel voor totale broeikasgassen in 2050. Maar dat betekent dus voor CO2 dat je eigenlijk al 10 jaar eerder op nul zou moeten uitkomen. Omdat we de niet-CO2-broeikasgassen niet naar nul gaan krijgen. Wil je dat dus even luiden, want dat is voor een aantal mensen niet te verstaan, zie ik in de zaal. Nog een keer luid, want dat is een hele strenge boodschap die je uitbrengt. Je zegt in 2040 moeten we eigenlijk geen CO2 meer uitstoten. Omdat die andere broeikasgassen, die hebben niet zo, die krijgen we niet zo snel in de klauwen. Het IPCC heeft aangegeven voor 1,5 graden... 2050 CO2 netto nul. Maar ja, als je wereldwijd op 2050 wil uitkomen, dan is het natuurlijk duidelijk dat er landen zijn die eerder moeten gaan en landen die later moeten gaan. Als Europa hebben we daar dus ook een keuze bij gemaakt. We hebben gezegd, wij gaan in 2050 voor alle broeikasgassen samen op nul uitkomen. Nou, voor methaan en voor N2O is het onmogelijk naar nul te gaan. Dat betekent dus automatisch dat je voor CO2 dieper moet. En hoeveel eerder dat precies is, dat kan je nog aan gaan zitten rekenen, maar dat zal zeker veel eerder moeten zijn dan 2050. En we doen af en toe of we ook voor CO2 rond 2050 op nul moeten uitkomen. Sterker nog, in het kabinetsakkoord staat er ook iets over 80% reductie in 2040. Nou, dat moet veel meer zijn, anders haal je nooit die EU-doelstelling. Dat is ook eigenlijk een boodschap die in dat rapport moet staan van Laura van Geest. Zeker. Die met maatregelen, met een pakket gaat komen. Even, ik wil even. Mag ik nog één aanvulling op doen? Ja? Want dat impliceert dat we om CO2-neutraal te zijn in 2040, 2042 of zo. Dat betekent ook dat je dan op dat moment CO2 uit de lucht moet gaan halen. Ja, daar kom ik nu op terug. Negatieve emissies. Yes. Negatieve emissies. Er wordt heel veel gesproken over negatieve emissies. Hè? Dat je die per definitie nodig hebt om Parijs te halen. Kun jij eens uitleggen, Linda? Hoe werkt dat met die negatieve? Wat zijn de mogelijkheden op dit moment, de mogelijkheden van negatieve emissies? Dat is niet mijn expertise. Dan gaan we naar Cornelis toe. Even wat harder. Ja, we moeten, netto nul betekent dat de eventuele CO2-uitstoot gecompenseerd moet worden door
uit de lucht halen van CO2. Nou, dat kunnen we op verschillende manieren doen. Je hebt de zogenaamde nature-based solution, zoals ze met een mooi woord heet. Een term die we in het IPCC-rapport trouwens niet gebruiken. Maar dat is bijvoorbeeld door bossen aan te planten. Haal je die bossen leggen koolstof vast en dat komt uit de lucht. Dus dat is een manier om negatieve emissies te realiseren. Maar er wordt gekeken naar technische oplossingen. Dus er zijn nu bedrijven die machines neerzetten waardoor met chemische absorptie de CO2 uit de lucht wordt geabsorbeerd. En die wordt dan afgefilterd en onder de grond opgeslagen. Dus dat is. Dus je kunt het zowel op natuurlijke manier doen als op technische manier. Ja. Kies maar. Nou wordt er door mensen die dat horen, negatieve emissies, en die niet zo houden van klimaatbeleid, die zeggen, waar maak je druk om? De techniek gaat de oplossing geven voor die negatieve emissies. Dat heeft... Ja, dat moet je dus sowieso er niet naar moeten kijken. Ja, dat we waarschijnlijk wat aan die negatieve emissies wel nodig hebben om uiteindelijk op nul uit te komen. En ook bijvoorbeeld een deel van die niet-CO2-emissies te compenseren, dat lijkt wel duidelijk. Maar tegelijkertijd de hoeveelheid negatieve emissies die we zouden kunnen genereren, is vrij beperkt. Hè, want je hebt of landgebruik nodig, of je moet CO2 onder de grond leggen. Bovendien, als je het zou gebruiken om eerst veel over die doelen heen te gaan, dan schiet je er nog eens met niks mee op. Dan krijg je alsnog eerst de klimaateffecten van 2 graden. Dus je wil de boodschap is, reken je niet rijk met die negatieve emissies. Ze zijn nodig, ze zullen er komen, maar reken je niet rijk. Stop. Het is geen vervanging voor het reduceren van CO2-emissies. Je moet sowieso je CO2-emissies reduceren. En daarnaast heb je misschien nog wat extra nodig aan die negatieve emissies. We gaan nu even naar Linda, want tussen dit geweld komt Linda met gedragsverandering nauwelijks aan de orde. Dit zijn allemaal technische maatregelen, politieke maatregelen, et cetera. Kun jij dat eens goed uitleggen, want jij gaat over gedragsverandering. Wat kun je nu, als je gaat naar het klimaatbeleid, Kees Vendrik, die gaat straks ook het land in. En die probeert maatschappelijke groeperingen die nu nog niet betrokken zijn bij het klimaatbeleid, om die er toch bij te betrekken. Wat zou je voor advies geven aan Kees Vendrik als het gaat over gedragsverandering? Ten eerste een aanvulling op Detlef, wat hij net zei. Mensen zijn ook niet de fan van negatieve emissietechnologieën. Vooral niet de technologische. Dus het draagvlak daarvoor is klein. En dat zou ik Kees Vendrik ook mee willen geven. Gedragsverandering kan een belangrijke bijdrage leveren. Maar dat is niet alleen een individuele verantwoordelijkheid. Daar moet ook systeemverandering voor plaatsvinden. Dus ik ben het helemaal met jou eens, hè, dat het beide tegelijkertijd moet. Ten tweede gaat het niet alleen om gedragsverandering, maar ook om acceptatie, draagvlak. En daar moet je ook heel erg goed rekening mee houden. En draagvlak is niet alleen afhankelijk van kosten en baten voor mensen persoonlijk, maar het gaat ook over de verdeling van de kosten en baten. En daar maken mensen zich heel vaak veel zorgen over. En daar is ook heel vaak, dan komen mensen in opstand als ze vinden dat die verdeling niet rechtvaardig is. En het gaat om een rechtvaardige besluitvorming. En dat wil niet per se zeggen dat mensen aan tafel moeten zitten en mee moeten besluiten, maar wel dat ze het gevoel hebben dat er met hun belangen rekening mee wordt gehouden. En dat belangengroeperingen die hun belangen vertegenwoordigen wel aan tafel zitten. We hebben afgelopen jaar met het voortgangsoverleg zijn we ook bezig geweest met het burgerberaad. Hè? De motie in de Kamer wordt nu door de Kamer en door de minister aangewerkt. Is dat het idee van een burgerberaad, hoe dan ook geregeld, zou dat de oplossing kunnen zijn? Er zijn mensen, de mensen die er überhaupt tegen zijn, die zeggen het is een aantasting van de parlementaire democratie. Er zijn mensen die zeggen, ja, het is heel lastig om daar een burgerberaad over te houden, omdat de doelen liggen alvast bijvoorbeeld in de klimaatwet. Hoe zou jij dat probleem aanpakken? Als jij moet adviseren aan Jette, die moet binnenkort naar de Kamer over dit onderwerp. Ja. Nou, als je een burgerberaad gaat opzetten, moet je het ook serieus doen en moet je mensen ook een mandaat geven. En dat gebeurt heel vaak niet. Er zijn wel allerlei participatieve besluitvormingsprocessen gaande geweest, maar heel vaak kwam het erop neer. Mensen mochten meedenken, meepraten, maar uiteindelijk werd gewoon besloten wat mensen al wilden. Dus dat is een probleem. Tweede probleem is dat inderdaad de doelen al vast liggen. En mensen zijn ook niet zo heel erg geïnteresseerd om mee te denken over dat algemene doel. De algemene strategie vinden ze heel ingewikkeld. Ze willen veel meer meebesluiten op wat er dan concreet gebeurt. Maar daar is meestal al heel weinig bewegingsruimte voor als de algemene doelen al vast liggen. En ten derde denk ik dat je niet over alle dingen een burgerberaad op kan zetten. Dat wordt gewoon veel te tijdsintensief. En uit ons onderzoek blijkt ook dat mensen niet altijd per se zelf aan tafel willen zitten, meebeslissen willen, want ze vinden ook dat wij burgers, zij zelf inclusief, niet voldoende expertise hebben. Dat kun je oplossen door allemaal experts te betrekken bij die burgerberaden.
Maar dan wordt het inderdaad een heel tijdsintensief proces. En mensen vinden het ook al prima als ze het gevoel hebben dat hun belangen serieus worden genomen en dat partijen die hen vertegenwoordigen wel inspraak hebben. We hebben daar ook onderzoek naar gedaan. En een van de dingen die daar voorkomt is dat zo'n burgerberaad, dat eigenlijk vooral luistert naar de experts. Dat in plaats van de burgers, daar de experts uiteindelijk de dienst uitmaken. Hoe voorkom je zo'n proces? Ja, dat is, daar moet ik even over nadenken. Aan de ene kant wil je ook graag dat mensen allemaal meer rekening houden met de wetenschappelijke inzichten en niet alleen op hun onderbuikgevoel afgaan. Maar dat is wel een ander belangrijk issue trouwens met burgerberaden, want er is een kleine groep mensen aanwezig. En de meeste mensen zijn niet aanwezig. Dus hoe zorg je ervoor dat de beslissing die wordt genomen door die kleine groep nog steeds wordt gedragen door de maatschappij? Daar weten we eigenlijk heel weinig van. Ja, leg eens uit hoe jij dat ziet. Want je stelt nu een vraag, maar ik stel de vraag aan jou. Ja, hoe zou jij het organiseren? Waar we nu mee bezig zijn, is al om een onderzoek te doen naar, als er zo'n burgerberaad plaatsvindt, er komt een uitkomst uit, die voorleggen aan de brede bevolking en dan kijken, zijn ze daarmee eens en wat zijn dan de factoren die maken dat ze daar niet mee eens zijn en hoe kun je daar dan goed rekening mee houden? Wat is jouw antwoord tegenover de mensen die zeggen, ja, maar dit is een aantasting van de parlementaire democratie, want we hebben parlementariërs gekozen om knopen door te hakken. Wat zeg je daar tegen? Nou, ik denk wel dat een van de redenen waarom burgerberaden nu heel erg hot zijn, is omdat mensen heel weinig vertrouwen hebben in de politiek. En denken, nou, dan gaan we gewoon een nieuw systeem ernaast zetten en daar gaan we op die manier besluiten nemen. En ik denk dat dat niet afdoende is, want je moet ook nog steeds zorgen dat het vertrouwen in de politiek toeneemt. Marcel, je dan vraagt? Ja, we zitten in de blessuretijd, we zitten echt in de laatste minuten, want we kunnen uren doorpraten. Maar gaan we daar heb ik nu een mooie vraag voor de blessuretijd. Ja, zeker. Over zijn we baas. Ik zei tegen je, ik ga hem parafraseren voor je, maar... Wij zijn baas overal... Ja, ik wilde eerst een opmerking maken over Laura van Geest, want iedereen is natuurlijk super positief. Hoe heet jij? Rick van Staveren van Energie Nederland. Maar, en ik ben ook heel groot fan van Laura van Geest, want zij heeft een fantastisch rapport opgeleverd. Maar jij had een fantastische vraag ook. Maar die is nog niet eens uitgevoerd. Dus waarom verliezen we nu weer 4 maanden door haar nog een keer die vraag te stellen? Ik vind dat heel gek. Dan mijn vraag. Ik hoorde net over de industrie, we gaan normeren, we gaan beprijzen. En dat werkt allemaal goed in een soort van geopolitiek stabiele wereld. Maar volgens mij hebben we die een paar maanden geleden, of eigenlijk een half jaar geleden, verlaten. Okay, en wat kan je nou als industrie doen om in een geopolitiek instabiele wereld, waarbij een strijd wordt geleverd om grondstoffen, toch die industrie te kunnen verduurzamen? Dank je wel. Cornelis, dat is jouw vak. Geef hoop aan de mensheid. Ja, het is, zeg maar, ik kreeg de laatste tijd regelmatig de vraag van helpt de crisis waar we nu in zitten de verduurzaming? En ik ben daar betrekkelijk pessimistisch over, want ik denk, zeg maar, het is een onzekere wereld en dat is een wereld waarin bedrijven niet gaan investeren. Want dat doe je liever als je precies weet wat er met je investering gaat gebeuren. Dus dat zou wel eens erg tegen kunnen vallen. Maar goed, we moeten wel verder. En ik denk toch dat er ook op dit moment, zeg maar, het lange termijn doel blijft wel duidelijk. En ik denk dat de industrie aan de ene kant genormeerd moet worden. Dat het heel duidelijk moet zijn welke kant het op moet en ook hoe snel. Maar aan de andere kant de overheid ook best wel royaal financieel mag bijspringen om die doelen te realiseren. De slotvraag. De slotvraag voor jullie alle vier. Jullie zijn wetenschappers, maar jullie worden soms door de politiek gevraagd om een advies. Dan hebben jullie vanochtend en gisteren gehoord die uitspraak die de rechter heeft gedaan over het Rotterdamse project. Dat is een drama ook voor het klimaatbeleid. Dus het kabinet moet nu gaan nadenken. Dat had het natuurlijk vorige kabinet moeten doen. Die hebben zitten slapen of hebben trucjes uitgehaald. Dit kabinet wordt op dit moment opgezadeld met de gevolgen van ondoordacht beleid in het verleden. Wat zou jullie nu, het kabinet staat voor die uitspraak, geen kabinet durft meer, godzijdank, om de uitspraak van de rechter heen. Wat zouden jullie nu met jullie wetenschappelijke achtergrond nu aan het kabinet te adviseren om toch die energietransitie door te kunnen zetten? De energietransitie is niet de vijand van ons, nee, die moeten we stimuleren. Wat zou jij, kort gezegd, ik begin bij jou, Helene, wat zou je aan het kabinet adviseren? Jij bent meer aan het woord dan ik. Besparen materialen, energie en voedsel verduurzamen. Dat is en dat kan zonder die uitspraak van de Raad van State geweld aan te doen. Ja, maar het is trouwens echt wel heel slecht nieuws voor het klimaat. Dat moeten we sowieso doen, maar hoe lossen we het korte termijn probleem op? Wat kan het kabinet nu nog doen
om te zorgen dat we de rechten respecteren, maar dat we toch door kunnen gaan met een aantal hele belangrijke projecten voor de energietransitie. Linda. Jij mag even nadenken. Ja, ja. Laat me even nadenken. Allereerst, het is wel weer een voorbeeld hoe wij als samenleving ons voortdurend in de nesten werken rond milieuproblemen door veel te laten reageren. Want deze uitspraak is daar een voorbeeld van. Maar het hele klimaatprobleem, als we gewoon in 2000 of in 1990 waren begonnen met mitigeren, was 1,5 graden prima te doen geweest. Dus het voorbeeld is gewoon heel duidelijk. Dan moet je ons uitleggen, waarom, hoe zat dat? Nou, we hebben een koolstofbudget voor 1,5 graden. In 1981 ga je het even over. Ja. We hebben nu op dit moment 400 gigaton CO2 nog over om 1,5 graden te halen. We stoten elk jaar 40 gigaton uit. Dat is ongeveer 10 jaar van huidige emissies. Had je in 2000 gereageerd, dan was dat geen 400 geweest, maar misschien wel 1400 of iets dergelijks. Je had keurig met een glijvlucht naar 1,5 graden kunnen gaan. Dat hebben we helaas niet gedaan. Je had dan ook bijvoorbeeld nu al op 50% emissiereductie gezeten wereldwijd. Daardoor werken we elkaar steeds in de problemen. Het stikstofprobleem is hetzelfde voorbeeld ervan. Ja, we zullen nu en massaal moeten zorgen dat we die ruimte creëren om aan de gang te gaan. Want die energietransitie, die wacht niet. Die hebben we nog steeds nodig. Cornelis, jouw advies aan het kabinet? Het is natuurlijk een stikstofprobleem. Dus ik zou zeggen, voer de voorstellen van Remkes uit. En je merkt ook al, en ook daar kunnen we weer voor het klimaatprobleem leren. Zeg maar, Remkes wordt eerst omarmd, maar vervolgens wordt het toch een beetje verwaterd. En de harde maatregelen die worden vermeden. Zeg maar het uitkopen van de 600 grote emitters. Dus dat is nu wat er gewoon moet gebeuren om Nederland weer van het slot te krijgen, zoals dat heet. Maar in feite moet bij het klimaatprobleem soms een vergelijkbare aanpak volgen. En gewoon op korte termijn doorpakken. Mag jullie alle vier hartelijk danken en heel veel succes wensen met jullie heel belangrijk werk. Dank je wel.